Ja, een zelfrijdende auto is per definitie elektrisch. Ja, dat gebouw. Ja, precies. Zo, andersom zijn zelf ook een techbedrijf aan het worden. Ja. En die batterij wordt gewoon speel in dat netwerk. Waar elke ondernemer vandaag de dag wel mee bezig is. En is uit de scene getrokken van de geitenwolle sokken van vroeger. En dus biedt het ook kansen. Iemand die in deze wereld opereert en zelfs een bedrijfsnaam daaraan heeft opgehangen, is Florian Minderop. Florian, van harte welkom. Ja, Mr. Green, dat is it's in the name. Zeker. Als jij aan je opa en oma moet uitleggen wat Mr. Green doet, wat vertel je dan? Nou, ik begin altijd dat ik zeg van dat we proberen de wereld een beetje te verbeteren. Ja, is dat is uiteindelijk de missie? Zeker. Ja, wij proberen fossiele brandstoffen de wereld uit te krijgen. Ja. En het eerste discussie die je dan altijd hebt is ja. Alsof elektrische auto's zo duurzaam zijn. Zeggen we dat, en die heb je ook niet voor de eerste keer gehoord. Wat zeg jij dan? Nou, dat ze misschien wel gelijk hebben nu. Maar dat het in ieder geval een begin is. Ja. En elektrische auto's is een soort vliegwiel om naar een duurzame ecosysteem te geraken. Ja. Ik zat laatst met iemand ook te praten. Het is eigenlijk ook, als je je ogen opent, best wel raar hoe lang de fossiele brandstofmotor nog heeft bestaan. Want dat is eigenlijk een belachelijk ouderwets stom systeem, toch? Ja, zeker. Met cilinders en vloeistoffen en versnellingsbakken. En het is een hoop gedoe. Terwijl als je dat nu in elektrische auto's, ja, gewoon pak een batterij, een paar stangen eraan en wielen en rijden met dat ding, toch? Ja. Dat is best logisch. Ja, heel grappig, ja. Ik heb dat ook geleerd toen ik ben zelf geboren in Venezuela. Ik heb daar 10 jaar gewoond. Ja. En mijn vader zat in de olieindustrie, dus ik wilde ook altijd wat daarin doen. Aha. Ik ben eerst een uitstapje gemaakt naar de bank. Toen in de olieindustrie terechtgekomen. Maar echt Shell ook? Of? Nee, een wat kleiner bedrijf, ondernemend bedrijf. Ja. En daar ben ik wat boeken gaan lezen over de brandstofmotor. Ja, die uit 1870 of zo komt. Ja, en er is heel veel verbeterd hè, sinds die tijd. Ja. Alleen, er is wel 100 jaar zijn we nu verder. Ja. En er is wel tijd voor nieuwe technologie. Ja, ja, want het design principle is natuurlijk gewoon oud. Weet je, kan het verbeteren, maar de van ground up opbouwen, dan ga je het echt anders doen. Ja, ik volgens mij gisteren getweet ook dat er een kerel die 30 jaar in brandstofmotortechnologie heeft gezeten. Ja. Zei, het is nu wel echt over. Ik kan het gewoon niet meer beter maken. Nee. Het is einde. Ja, einde. Het is gewoon de fase 4. Heb gras doden en iets nieuws. Ja. Wat ik in ieder geval daar heb geleerd is dat 15% van de liter benzine die je in een brandstofmotor gooit, wordt daadwerkelijk gebruikt om beweging voor te krijgen. Ja, dat is 20% geloof ik rendement of zo. Dat is echt heel laag. Ja, dus bij elektrische auto's wel anders. Zeker. Jullie zijn niet met auto's begonnen, hè? Maar met scooters en segways, toch? Tenminste, daar zit een beetje. Ik zit even te zoeken naar het originele ondernemersverhaal. Waar is het begonnen? Daar kennen we elkaar volgens mij van. Ja, je hebt ook wel een keer op zo'n ding gestaan. Ja. Nee, daar is het begonnen, ja. Ik wilde iets met elektrische voorgenomen. Nou, schiet me dat in één keer in op een congres of zo, hè? Ja, volgens mij met Boris Veldhuis van Zanten. Ja. Maar toen waren jullie volgens mij een van de eerste die met die segways. Aan de Amstel volgens mij ergens. Ja. Maar zeg. Ja. Dus daar is het inderdaad mee begonnen, bij gebrek aan auto's. Vanuit welk businessmodel, zeg maar? Want wat was toen het verhaal? Nou ja, zoals ik al vertelde, ik werkte dus in de olieindustrie. Ik kwam een plaatje tegen van een auto met een zonnepaneel. En dat oogde al heel efficiënt. Hmm. En alleen, het bestond gewoon nog niet. Hmm. Maar het zag er wel uit als een nieuwe technologie. Ja. Ik ben maar gewoon wat begonnen. Ik ben maar gewoon begonnen met ondernemen. Ja. En ik dacht altijd, ik moet iets uit Amerika halen, want die lopen voor. Ja. Dus ik dacht, ik begin iets met die Segway. Ja. Dat lijkt me wel een interessant vervoersmiddel. En te verkopen gewoon? Of? Nou, dat dacht ik ook in het begin. Ja. Ik ben eerst begonnen met Chinese varianten. Ja. Die stonken al bij het openmaken van de doos. Oh. En toen met die Amerikaanse versie. Dean Kamen was voor mij ook een interessante figuur. Ja. En, maar goed, daar kwam ik al snel achter, die moet je dingen gaan verhuren. Want die dingen zijn hartstikke duur. Ja. En zijn in aanschaf heel duur. Ja. Toen al 6.000-7.000 euro. Ja. Maar iedereen vond het leuk om op te staan. Die vond het leuk om op te proberen. Want het is toch een nieuwe technologie. Ja. Het was anders. Dus ik ben heel snel in de verhuur gegaan van die dingen. Okay. En daar eigenlijk ook geleerd dat het verhuren van nieuwe technologie eigenlijk het nieuwe businessmodel. Ja, ja, ja. Share, gewoon de deeleconomie eigenlijk. Nou ja, inderdaad. Ja. En eigenlijk ook gewoon de aanschafkosten, dat daar het voor makkelijker voor mensen, dat je eigenlijk moet kijken naar total cost ownership. Ja, klopt. Nou is daar ook wel weer heel discussie over. Hè? De laatste paar weken met name veel discussie ook over swapfiets bijvoorbeeld. Hè? Waarbij, ik geloof in de Volkskrant zo, dan iemand dat op een gegeven moment was gaan analyseren van
waarom doen studenten dat eigenlijk? Want als je dat dan 10 jaar doet, dan dacht ik ook van ja, dat is geen student die dat 10 jaar doet natuurlijk. Daar begint de fout al. Maar die zei van ja, als je 15 euro of 20 euro per maand, dan koop gewoon een fiets. En dan ben je veel goedkoper uit. Ja. Dus die bekritiseerde eigenlijk het hele principe van die deeleconomie. Wat vind jij daarvan eigenlijk, van dat hele principe van die deeleconomie? Nou, daar ben ik groot fan van. Ja. Ik denk dat er is ook heel veel kritiek op Airbnb. Ja. En er zijn natuurlijk ook negatieve dingen. Ja. Maar het idee van Airbnb, dat klopt natuurlijk wel. Ja. We hebben gewoon assets die leeg staan. Ja. En die kan je delen. Daar kan je meer een centje mee verdienen. Ja. Sterker nog, dat centje blijft ook binnen de community. Ja. Dus is het een goed model. Ja, ondanks de negatieve dingen. Ja, precies. En dan met die scooters en die segways, hoe lang heeft dat geduurd? En ging dat goed? Nou, ik ben in 2005 begonnen. Ja. En we zijn in 2010 ongeveer met auto's begonnen. Oké, okay, hoe kwam dat? Toen kwamen ze op de segways niet te goed? Of... Nee, de auto's kwamen eindelijk. Ja, dus dat was altijd het idee al. Ja, ja. En we wisten met zonnepanelen, dat komt daarna wel. Ja, ja. Maar we wilden iets sexy's aanbieden aan iemand. Waarbij die in ieder geval Dus dan moest je even wachten op een elektrische auto die een zekere sexiness had. Ja, dat duurde wel even. Ja. Ja. Alhoewel de Prius een tijdje in Silicon Valley heel populair is geweest. Daar wel. Ja. Maar wij hadden ook al meteen een beslissing gemaakt van als we gaan, dan doen we het echt alleen maar met 100% volledig elektrische auto's. Okay. En de Prius is natuurlijk eigenlijk gewoon een benzineauto. Ja, klopt. Met een batterij erbij. Ja. En toen kwam Tesla. Ja, eindelijk. Je hebt hem ooit de hand mogen schudden, las ik ergens. Ja, ja, klopt. En toen heb je hem niet meer gewassen of zoiets? Of hoe was dat? Nou, dat was wel heel leuk. Ja, we zijn op een gegeven moment kwam Tesla natuurlijk steeds meer in het vizier. Ja. Kwamen ze met de Roadster. Ja. Toen zijn ze die fabriek hebben ze toen overgenomen. En dan zijn ze een fabriek gaan bouwen. En toen kwamen we erachter dat ze daar ook gewoon rondleidingen deden. Dus wij dachten, hup, we gaan daarheen. We gaan naar Fremont en we gaan daar zo'n rondleiding doen. Ja. En tijdens de rondleiding kwamen we hem tegen. Kwam Elon Musk in één keer voor, toevallig. Dus dat was een schitterend moment natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Maar daarna zijn we hem nog een keer hier in Nederland nog 2 keer tegengekomen. Mr. Green nu, waar sta je? Tesla, die lopen gewoon een paar jaar vooruit op de concurrentie. Ja. Niet alleen op gebied van snelladertechnologie, maar ook op batterijtechnologie. Ja. Maar waar wij ook in geloven is, een elektrische auto wordt pas echt interessant als hij ook zo meteen zelf kan rijden. En een zelfrijdende auto is per definitie elektrisch. Ja, daar kunnen we wel van uitgaan. Ja, en waterstof wordt het niet? Nee. Nee, daar hebben wij geen vertrouwen in dat in de auto-industrie nog een rol gaat spelen. Want? Ja, meerdere redenen. Eén, het is niet efficiënt genoeg. Maar ik denk belangrijker, wat ik net ook aanhaalde, is dat er zijn eigenlijk 2 stromingen. De auto-industrie wordt elektrisch en hij wordt autonoom. Nou, als hij daadwerkelijk autonoom wordt, de verwachting is nog verschillend hoe snel dat gaat. Maar als hij autonoom wordt, dan wordt hij ook elektrisch. Dat is eigenlijk het meest logische. Want een zelfrijdende auto, die ziet nog niet zo snel waterstof tanken. Hmm. En een elektrische auto is wat dat betreft ook zoveel goedkoper. Dat is een van de redenen waarom wij ook geloven in elektrisch vervoer. En hij laat, als we dan even de toekomst induiken, dan laat hij zich onder de warmte van de zon straks? Of hoe werkt dat dan? Of blijft hij aan de stekker hangen? Ja, ik denk dat hij voorlopig nog wel aan de stekker blijft hangen. Maar daar krijg je natuurlijk ook een soort robo-stekker. Hmm. Die bestaat al. Een? Ja, moet je oppassen. Niet te dichtbij in de buurt komen met een robo-stekker. Een robo-stekker? Ja. Hoe moet ik het daarbij voorstellen? Die komt naar de auto toe. Ja, dat is gewoon een soort robotje. Gewoon een mobiel ding. Dus je parkeert je auto gewoon en die zegt klik, klik. En... Nou, ik weet niet per se of hij mobiel is, maar hij rijdt in ieder geval. En hij doet de stekker zelf in de auto. Aha. Hoeft hij van niet meer zelf te doen. Dat op het moment dat een auto natuurlijk zelf rijdt, heb je natuurlijk ook qua laden moet je natuurlijk ook... Ja, want laten we eens inzoomen op het laden. Want dat is wel een vind ik, want ik ben zelf elektrische autorijder inmiddels. De I-Pace. Ja. Ik ben helemaal into elektrisch rijden nu. En ik moet je zeggen, ik vind het een genot. Alleen als we het dan hebben over de laadpalen. Nou ja, eigenlijk hebben we energiebedrijven, laadpalen, laadpasjes, auto's. Dat praat nog niet allemaal perfect met elkaar, zeg maar. Hoe zie jij die markt? Want jullie zijn zelf ook met laadpalen bezig, hè? Ja, klopt. Vertel eens. Ja, we hebben 8 jaar geleden concessies verkregen om langs snelwegen laadstations te exploiteren. Ja, maar niet veel, hè? We hebben er 20. Als je het vergelijkt met Fastnet, die hebben er... Nu 200 of zo? Ja, die hebben nu 100 in operatie. Ja. Maar die hebben veel meer concessies. Ja. En Allego is ook een partij. Ja. Dus dat is niet onze core business. Maar destijds wilden we de versnellingen in gang zetten. Ja. Dus wij dachten, we moeten in ieder geval snellaadstations gaan bouwen.
Want dan komen de elektrische auto's vanzelf. Het was destijds nog een soort kip-ei-situatie. Ja, precies. Nou, inmiddels is die kip-ei-situatie is wel in Nederland redelijk omgekeerd. Ja. Infrastructuur is er gewoon. Ja. Dus wij hebben die stations nog wel, maar het is niet meer onze core business. Aha, dus daar zit ook geen harde groeistrategieën. Nee. Hoe zie jij die markt wel ontwikkelen? Want je ziet natuurlijk nu, kijk, Fastnet is in jullie, zeg maar, in de relativiteit van jullie is het een grote. Maar als we het vergelijken met zo'n Ionity bijvoorbeeld, hè, van een aantal grote auto-importeurs. En nog een paar, er gaan nu grote, zeg maar, de McDonald's'en van deze wereld duiken erop. Energiemaatschappijen duiken er. Wordt het de macht van de grote uiteindelijk die het gaan? Want Fastnet heeft behoorlijk wat gezeik. Nee, maar ik doe vast, het gaat nu naar de beurs. Ja. Ik verwacht dat ze er gewoon 30 miljoen gaan ophalen. Ja. En die is op dit moment ook gewoon een grote speler. Okay. En hebben ook gewoon ambitie om dat te blijven. Ja. Dus dat zullen we zien. Het is natuurlijk een infrastructure play. Ja. Dus dat is normaliter behouden aan grote partijen die veel kapitaal hebben. Ja, en met name moet het een Europees spel worden, denk ik. En dan ook dat het ook, zeg maar, foutloos werkt. Ja, nou ja, en dat is ook een van de redenen waarom wij voor Tesla hebben gekozen. Want Tesla doet die infrastructuur zelf. Ja. En dan wordt het in één keer heel interessant. Want als je zelf Tesla rijdt, dan hoef je eigenlijk helemaal geen zorg te maken over waar die paal eigenlijk staat. Nee, dat zegt Tesla tegen, dat zegt de auto. Je hoeft ook niet af te rekenen. Ja. En de software is geïntegreerd met de infrastructuur. Ja. Dus je rijdt er gewoon heen. De navigatie doet het zelf. Ja. Nou, dat is zo'n ongelooflijk qua experience een verschil met alle anderen. Ja. Dus daar lopen ze ook nog in voor. Ja. Blijven ze daarin voorlopen of zijn er andere spelers aan het firmament die zich gaan roeren qua auto-brands? Zeker. Welke zie jij dan verschijnen? Je bedoelt autofabrikanten? Ja. Nou ja, elke autofabrikant zegt dat hij elektrisch gaat. Ja. Op dit moment is er nog maar een paar die zeggen dat het... Maar zo'n Polestar-initiatief bijvoorbeeld wat er aankomt, een aantal Chinese merken die er aankomen, moet Elon zich, zeg maar, zenuwachtig gaan maken? Nee. Nee, absoluut niet. Sterker nog, Elon heeft het ook allemaal bedacht om... Hij zei, ik ben er ook om die versnelling voor elkaar te krijgen. Ja, ja. Dus, hij wil dit ook, dat dit gebeurt. Ja, en hij kan het ook niet alleen. Dus, nee. Alleen, ik denk dat hij wel op heel veel fronten nog gewoon een duurzaam en competitief voordeel heeft. Ja. Hey, en wat betekent het als we... Want we zien denk ik nu wel, het hockeystick-model gaat zo langzamerhand wel plaatsvinden. Als het gaat om elektrisch rijden, denk ik. Hè? Ja. Ik geniet nu nog van de ultieme luxe... Dat er een overschot aan laadinfrastructuur is inmiddels. En met name in steden als Amsterdam vind ik het geweldig hoe lekker makkelijk ik kan parkeren. Maar als natuurlijk dat hockeystick van autobezitters, en er komen natuurlijk allemaal middenklasse auto's komen er de komende tijd aan. Hoe gaat die infrastructuur hard? Hoe ziet straks een stad eruit als het allemaal elektrische auto's zijn? Want er kan niet op elke parkeerplek een laadpaal, of wel? Ja, daar zijn de meningen heel erg over verdeeld. Ja. We hebben er ook geen uitgesproken mening over. Nee. Maar ik denk als je puur kijkt naar efficiëntie, dan is snel laden wel de toekomst. Ja. Maar goed. Maar zo'n dikke fastnetlader, die zet je helemaal niet op elke parkeerplaats neer. Dus dan ga je naar centrale punten toe. Nee. Waardoor jij ook niet meer continu hoeft te laden natuurlijk. Ja. Ja, het wordt ook helemaal gek als die auto's zo meteen zelf gaan rijden. Want waar gaan ze dan laden? Dan wordt het een soort van plek waar ze verzameld worden. Dan hoeft het niet meer in de stad te laden. Nee, dat hoeft in 9 van de 10 gevallen bij mij nu ook al niet. Ik bedoel, ik sta vaker in de stad dat ik niet hoef te laden. Omdat ik gewoon lekker thuis laat. Of nu en anders moet bij Fastnet. Hoe lang duurt dat autonoom? Wat heb ik nu al een paar keer horen zeggen? Ja. Maar schiet eens op, automobielindustrie, zeg ik dan. Dan. Met alle respect voor mijn Jack, ik vind hem prachtig. Maar inparkeren, echt no way, hè, met dat ding. Dan zeg ik wel dat hij het moet doen, maar dat lijkt echt nog nergens op. Dus dan denk ik, nou, autonoom rijden... Dat duurt nog even. Hoe lang gaat het dan nog duren? Ja, ook daar weet niemand het nog. Nee. Maar het is natuurlijk eigenlijk gewoon een dataspel. Het is een neuraal netwerk wat op basis van data steeds beter wordt. Ja. En als je ziet hoe DeepMind inmiddels AlphaStar kan verslaan... Ja. Op basis van data en eigenlijk gewoon het imiteren van normale spelers. Ja, van menselijk gedrag, zeg maar. Van menselijk dat is eigenlijk ook wat Elon denkt te kunnen gaan doen. Dus hij zegt van, ik bood gewoon het normale menselijke rijden na. Dus we hebben 2 ogen. Hij heeft daar 8 camera's van gemaakt. Ja. En elk ding wat wij überhaupt zouden kunnen tegenkomen... dat kunnen we door middels van data kunnen we dat, zeg maar, gaan verzamelen. Ja. En op een gegeven moment weet een computer dat, een neuraal netwerk. Ja. Dus ik ben er zelf geen expert in.
Alleen ik ben er nu steeds meer over aan het leren. Ja. En het is wel fascinerend hoe snel dingen daarin kunnen gaan. Nou, en waarschijnlijk zeg maar kwadratisch snel als hoe meer auto's dit ook hebben, zeg maar, dat je natuurlijk met elkaar gaat communiceren. En het dan gaat het natuurlijk steeds in een rapper tempo dat het autonomer kan gaan. Nou, absoluut. Er zit natuurlijk een exponentiële groei. Precies. Dus daar, maar wat schat je in? Maar de moeilijke stukjes zijn natuurlijk de gekke dingen. Dus, ja, de exception. De rare dingen. En dat is de vraag, hoe snel dat dan gaat. Ja. Volgens mij kan je nu al met een auto zelf rijden op, nou, laten we zeggen, 97, 98. Ja, er zijn al Tesla-testen gedaan dat ze al een hele aardige rit bijna compleet zelfstandig. Dus het parkeren van jou, dat is ook echt wel mogelijk. Ja, dat is gewoon misschien dat toch het stukje software van Jaguar type is. Nou, daar zit ook meteen het verschil. Hè? Want inderdaad, je hebt dus, Tesla is gewoon een tech company. Ja. En de andere autobedrijven zijn eigenlijk geen tech companies. Nee. Dus daarin, ja, dat moet ook maar de vraag zijn of ze dat ook daadwerkelijk voor elkaar kunnen gaan. En, wat denk je? Nou, wij geloven meer in Tesla op dit moment. Politiek iets voor jou of niet? Nou ja, het is... Maar betekent dat een groot aantal automotive bedrijven er over 10 jaar niet meer zijn? Nee, maar volgens mij is het makkelijker om zeg maar een auto op een gegeven moment te kunnen bouwen... dan dat het is om software te bouwen. En als je eenmaal software kan, dan kan je ook wel een auto bouwen. Ja, precies. Terwijl andersom is het toch een stuk moeilijker, blijkt. Ja, blijkt, ja. Maar het is misschien ook gewoon de DNA dat ze er ook niet zo... Ze zijn natuurlijk ook, ze houden van heel veel andere dingen ook natuurlijk. Ja. Dat soort automotive bedrijven, daar houden ze nog van. Ja, van autodingen. Ja. Ja, terwijl het computer is. Exact. Ja, ja, en de geschiedenis leert natuurlijk dat het nooit van de bestaande maatschappijen kwam. Nee, dat is waar. Hey, en tenslotte de toekomst van Mr. Green. Want hoe groot zijn jullie nu als het gaat om de organisatie? Hoeveel mensen heb je? We zitten nu met 20 man. Dat is goed te behappen. Ja, zijn zij zelf ook een techbedrijf aan het worden. Ja. Dus we proberen niet te veel mensen aan te nemen, maar juist dingen allemaal te automatiseren. Oké, en voordat je zeg maar een klassiek leasemaatschappij wordt zonder onderscheidend vermogen, moet je zelf ook innoveren en zo. Hoe positioneer jij je in de markt, zeg maar? Hoe onderscheid je je als Mr. Green? Nou, door allereerst, wat ik al een paar keer genoemd heb, specialisten zijn. Ja. En echt die wil te hebben om die transitie voor elkaar te krijgen. Ja. Maar daar heb ik als individuele rijder natuurlijk niet zozeer iets aan als ik met jou in zee ga. Als op dit moment kiest natuurlijk iedereen die elektrisch rijdt, die kiest het vanwege fiscale redenen. Ja. Daarin helpen we dus ook. Ja. En zo meteen zou je een andere reden gaan hebben. En daarmee willen we ook gaan draaien. Dus ik verwacht ook niet dat wij een leasemaatschappij blijven, maar veel meer een energiebedrijf. Daar zie ik eigenlijk veel meer toekomst in. En wat zie je dan als wat beschouw jij als energiebedrijf? Wat is dan een energiebedrijf? Wat ga je dan? Nou ja, wij zijn natuurlijk eigenlijk gewoon we hebben 1500 klanten met 1500 auto's. Ja. En die auto's zijn eigenlijk batterijen op wielen. Ja. Dus jullie moeten het netwerk faciliteren waardoor zij prettig kunnen rijden. Ja, het is eigenlijk het is een transitie van fossiel naar elektriciteit. Ja. En een batterij gaat daar een hele belangrijke rol in spelen. Ja. En wij hebben toevallig 1500 batterijen inmiddels. Ja, ja. En die batterij wordt gewoon speel in dat netwerk. Ja. Dus, en jullie managen die batterij eigenlijk? Ja. Dat zo zien? Ja. Ah, ja. Dus dat is meer een strategische kant waar we op gaan. Maar voorlopig nu voor de klant zijn we gewoon een leasemaatschappij. Maar wat betekent dat als je achter de schermen deze gedachte hanteert naar de toekomst toe? Word je dan ook onderdeel van een van de grote energiejongens straks? Ga je het verkopen? Zou kunnen, ja. Ja. Ja, we willen er zeker mee praten, dat doen we al. Ja. En ook voor hun wordt het steeds duidelijker waar die markt naartoe gaat. Spannende markt om in actief te zijn. En succes daarmee de komende jaren. Jullie in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat. Zit je op YouTube, vink even een duimpje aan. Zit je naar de podcast te luisteren, abonneer dan. En heb je dat nog niet gedaan, dan kun je dat doen op elk podcastplatform wat je maar wil. Voor nu bedankt voor het kijken. Hoi.